Wij zijn een logistiek dienstverlener voor de healthcare sector. Dus wat wij doen is niets anders dan alles wat te maken heeft met pharma, met biotech, met medical devices. Wij doen 100% healthcare. Voor de komst van de coronavaccins hebben wij meteen opgeschaald in de min 80 vriezers. Dus wij hadden al een aantal vriezers voor andere klanten. Maar goed, met dit volume hebben we moeten opschalen. Men is al sinds de zomer bezig om hier zo goed als mogelijk alles voor te bereiden. Alles wat voorbereid kon worden, is ook echt voorbereid hier. Het is een ervaren distributeur die al jarenlang samenwerkt, ook met het RIVM, bij andere ingewikkelde logistieke operaties, zoals bijvoorbeeld de griepvaccinatie. En daarom hebben we er veel vertrouwen in dat dit onze beste keuze is om te zorgen dat we met die militaire operatie die we voor de boeg hebben ook zo goed beslagen mogelijk ten ijs komen. Alle vaccins voor Nederland komen hier te liggen. Dat gebeurt natuurlijk in verschillende fases. En daarnaast hebben we ook de zaken die daar omheen horen. Denk aan spuiten, denk aan naalden. Ja, ook dat ligt allemaal hier opgeslagen. Ja, het is echt heel mooi om te zien hoe hier het concreet allemaal klaar staat. Ik wou zeggen, je krijgt het er warm van, maar eigenlijk krijg je het heel erg koud van als je in die vriezer staat. Maar het is echt heel mooi om te zien hoe het hier voorbereid is en hoeveel jarenlange ervaring hier aanwezig is en te zien is in hoe alles is voorbereid. Ja, wij zijn er klaar voor. Ja. Ja, de laatste validaties van die vriezers die gebeuren nu, as we speak. Maar dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja.